Het is vandaag woensdag 11 oktober en we staan hier bij de Koekamp waar de kick-off van de COC Den Haag plaatsvindt. Zij gaan vandaag met wethouders praten over wat zij nu al doen voor de homoveiligheid en de lesbiennes in Nederland en vooral Den Haag nu. Wij zijn heel erg benieuwd, dus ze gaan de vlag hijsen, wethouders gaan spreken en er worden fetus uitgedeeld, dus we gaan het zien. En kom mee! Om sowieso meer over deze dag te vertellen heb ik ook twee fantastische heren bereid gevonden. En ik zou graag de eerste heer willen aankondigen. Hij is de voorzitter van het COC Haaglanden en zijn naam luidt Arnoud van Kooi en hij staat nu achter mij. Daar komt hij. Die werkt ook. Ja, die werkt ook. Welkom, graag aanwezig. Het is een dag om trots op te zijn. Vandaag op 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Op deze dag, die wereldwijd gevierd wordt, staat acceptatie van wie je bent centraal. Ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Een zogeheten coming out, uit de kast komen, is helaas nog niet voor iedereen van even zelfsprekend. Daarom hebben we ook dit jaar weer de twee LHBTI-belangenorganisaties, COC Haaglanden en DWH Delft, samen met de regenbooggemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft en Leidschendam-Voorburg de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke awarenesscampagne. Heb je maar ooit iets van mij gezien? Zie je me vrijdag? Oh, oké, okay, ja, want dan kom ik ook weer in Zoetermeer. Daar ben je dan ook weer bij. Karsten Klein, ga lekker zitten. Je mag jezelf iets inschenken. Ik weet niet precies wat is. Misschien wijn? Nee, is cola, denk ik. Kan je ruiken? Wat is het, Karsten? Rode bessensap. En je gaat ervoor ook meteen. Hartstikke goed. Dames en heren, Karsten Klein. De volgende wethouder die wij hebben is de wethouder van Delft. En dat is Stefan Brandlicht. Applaus. Hey Stefan, kun je ook wat drinken? Ga je ook daarvoor? Er zit geen alcohol in, hè? Dat is jammer. Ja, precies. Ik had jullie wel zo langzamerhand loslippiger willen zien worden. Maar goed, misschien gooi ik er zo meteen wat in. Goed. De volgende wethouder is van Leidschendam-Voorburg en zij heet Bianca Bremer. Ja. Welkom. Kom je lekker hier zitten? Heb je het minst ver te lopen? Je hebt je paraplu bij. Ja, dan blijft het droog. Dan blijft het droog, inderdaad. Je hebt gewoon de wet van Murphy toegepast. Jij krijgt wat water van Roeland. Ja. Helemaal goed. Nou, welkom, Bianca. Dan de wethouder van Westland, Marga de Goei. Aan jou de vraag of je even om wil lopen, want we hebben hier maar 3 microfoons. Dus of je dan eventjes zo, ja, blijf even klappen, want dan voelt ze zich, weet je wel, als een soort ster. Die zo helemaal zo, oh ja, fantastisch. Je mag daar plaatsnemen. Ja, ik geloof dat jij iets wil vertellen over het onderwerp ouderen. Zou je willen vertellen wat jullie daar gedaan hebben en misschien over wat je wilt delen aan ons? Ja, wij pakken natuurlijk alle onderwerpen die er zijn binnen LHBT. Maar specifiek ben ik heel erg trots op onze roze ouderen. Het is natuurlijk een hele moeilijke doelgroep. Dat hebben we eerder vandaag ook gehoord. In vroegere tijden was het nog lastiger om voor je identiteit uit te komen. En die mensen zitten nu veelal in verzorgingshuizen of verpleeghuizen. De wind is hard. Ja, hè? Ja. Vingers graag. Wie denkt dat ik een zogenaamde kroegbaby heb gekregen? Dus dat ik een kind heb gekregen door gewoon de kroeg in te gaan. Ik heb me laten bezwangeren door de eerste de beste. Waar? Jij denkt dat? Wat een hoge verwachting hebben. En de technicus. Stak ze vinger aan hand op. Ook leuk. Dankjewel, hè? Hoge verwachtingen. Nee, dat is niet goed en je mag niet meer meedoen. En jij ook niet. Goed, tweede optie. Wie denkt dat ik naar de zaadbank ben gegaan en daar zaad vandaan heb gehaald? En ook, dat denk jij? Ja, dat denk jij? Moet ik even iets meer naar jou toe komen? Oh, echt waar? En dan draaien. Even een applaus voor Roeland. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat je wilde, hè? Dat is wat je wilde. Hij is me een beetje aan het regisseren aan de zijkant. Wie denkt dat het kind van Roeland is? Ja, dat denk jij. En Roeland zelf ook. En de technicus wederom. Jij mag niet meer meedoen. Nee, wie dacht de zaadbank? Er was eentje hier, hè, die dat dacht. Nee? Oh, die durft niet meer. Nee, maar het was ook niet. Oh, jij. Nee, dat is niet waar. Dus jij mag ook niet meer meedoen. Sorry. Wie denkt dat er iemand stiekem zaad in mijn drankje heeft gedaan? Vingers? Iemand? Iemand begint nu aan de hand te trekken, zie ik. Nee, dat is het ook inderdaad niet. Wie denkt dat ik een kindje heb gekregen met 2 mannen die met elkaar getrouwd zijn? Ja,
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Applaus voor jullie zelf. Ja, dat is het inderdaad. Ik heb een kindje gekregen met twee mannen die met elkaar getrouwd zijn. Ze zijn fantastisch. Hele fijne vaders ook. Het gaat hartstikke goed. Ik kan het iedereen aanbevelen eigenlijk. Behalve zijn sommige dingen iets minder leuk. De conceptie was iets minder leuk. Ja, we hebben het niet op de natuurlijke manier gedaan. Wilde ik wel heel graag, want ze zijn super knap. Echt heel knap. Maar dat wilde zij niet. Homo of zo, weet je wel, iets van zo'n excuus. Maar ja, in ieder geval, ze wilde niet bij mij naar bed. Super jammer. Dus dat lukte niet. Dus toen hebben we het gewoon thuis gedokterd. Dat kan gewoon dus aan zaad in een potje en dan met een spuitje en dan zo bij mezelf naar binnen. Ik denk even in algemene zin, het is super dat we hier vandaag zitten en deze internationale of nationale dag zo uitgebreid eventjes bij stilstaan. Want ik denk dat we nog steeds kunnen zeggen dat Nederland een heel tolerant land is. Iets wat heel bijzonder is, zeg maar, in Europa en nog meer in de wereld als je daarnaar kijkt. 4% van de Nederlanders staat negatief ten opzichte van homoseksualiteit. 96% dus positief. Nou is dat wel een beetje, vind ik, een vertekend cijfer. Want als je die 96% hoort, dan denk je dat is veel. Maar als je dan heel specifiek naar die onderzoeken kijkt en doorvraagt, dan zie je dat 20% tegen adoptie van paren van hetzelfde geslacht is. 29% het aanstootgevend vindt als homo's op straat elkaar zoenen. 20% van de Nederlanders negatief staan tegenover transgenders. Dus eigenlijk als je dan verder vraagt, is er best wel denk ik een hele wereld te winnen. En dat gaf jij ook heel goed aan tijdens je inleiding. Dus er is heel veel nodig. En in Den Haag denk ik, ik herken heel veel zaken die ook in de overige gemeentes gebeuren. Ik ben ook heel blij, zeg maar, dat we zo samenwerken en die aanpakken van elkaar ook overnemen, van elkaar leren. Heel specifiek heb ik vanmiddag eventjes daarna gekeken om wat te vertellen over wat we in Den Haag doen, ook op het gebied van veiligheid. Nou, neem het over. Ja, we gaan het maar hebben over het thema veiligheid. Ja. Want er komen er ook meteen twee fantastische mannen van... en een vrouw. Yo, wauw. En twee mannen. Ik dacht dat die man ook daarop kwam. Maar dat is inderdaad niet zo. De roze in blauw. Kijk eens eventjes. In geel. Het is geweldig. En daar ook inderdaad nog een meneer die eventjes een foto maakte van zijn collega's. Hartstikke goed, hartstikke goed. Fijn dat jullie er zijn. Dit is wel heel interactief verhaal vertellen, dat is leuk. Ik moet er zelf van lachen, dan was ik niet voorbereid, want dank daarvoor. Maar het onderwerp veiligheid, dat raakt volgens mij wel het meest essentiële. Dat je gewoon over straat kan lopen, gewoon een grondrecht. Dat je voor je mening kan uitkomen, dat je voor je geaardheid kan uitkomen. Ja, iets persoonlijks dan dat kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen. Twee paardmomenten. 1, 2 en ik hoop dat jullie inmiddels en hijsa! Dit was weer de kick-off van het COC Den Haag over acceptatie van homo's, lesbiennes, transgenders en alles wat erbij hoort. Wij vonden het heel erg interessant. Je hebt meerdere wethouders hebben gesproken vandaag. Er zijn dus inderdaad veters uitgedeeld, de vlaggen zijn gehesen en er is zelfs een mooi liedje gezongen. Ja. Ik denk dat er een heel mooie stap is gezet nou, dus kijk in ieder geval lekker verder naar onze andere leuke video's. Deel en like deze video's. Heb je mensen gezien die je kent, tag ze even. Dank jullie wel.